Van de week Loes. Belde die en ik wist het zeker. Dit is Jo Braakhekker. Precies diezelfde stem. Maar het was Jo Braakhekker niet. Het was Pim Fortuyn. Ja, daar heb ik me voorbereid. Jij zo meteen Pim Fortuyn. Nou, broertje. Hell of a job. Maar ik zeg tegen jou. Felix, zoek het bij jezelf. En zeg... zeg me na. Raadgever, mijn trouwe raadgever, Arend Jan Heerema van Vos. Of men het nou leuk vindt of niet, Pim Fortuyn is de katalysator van de politieke campagnes op dit moment. Hoe kijk jij naar hem? Nou, vooral vaak ook, hè. Het is ontzettend vaak op de televisie. Maar ja, goed, hij is ook duidelijk degene die er als imago, als bijna als popster, als degene die alle aandacht en alle actie naar zich toe trekt, steekt hij er hoog bovenuit op het ogenblik. En wat is daar zijn kunde in vergelijking met de andere politici? Want die zijn eigenlijk op een bepaalde manier jaloers, geïrriteerd jaloers. Ja, maar die kunnen natuurlijk ook niet doen wat hij doet, want hij is, de vleesgeworden buitenstaander. En een beetje de stoute, slimme jongen van de klas of van de familie. Hij is degene die alles zegt wat de anderen niet kunnen zeggen. En ook met zoiets van, hij poneert meteen een volkomen duidelijke afstand tot de rest. Hij heeft met dat gezelschap niks te maken. Hij durft eindelijk eens te zeggen waar het op staat. Maar is hij op een andere manier toch al niet bezig te wennen aan het Haagse staatsmanschap? Omdat hij veel rustiger aan het worden is? Nou, dat is nog niet zo vreselijk opgevallen. Dat zou dan van de laatste tijd moeten zijn. Maar hij is ook goed in zwijgen. Ja, dat zie je hem zo nu en dan doen, ja. Ik zag hem in een programma met Thomas van der Dunk en toen zat hij inderdaad zwijgend te kijken en dan zijn zijn ogen eigenlijk relatief op hun aardigst. Heb je momenten dat je gewoon met hem sympathiseert? Ik vind hem soms wel, het is misschien verkeerd om te zeggen, maar ik vind hem soms wel iets roerends. Ontroerd raak ik. Ik vind het fascinerend hoe hij zich tot zijn publiek verhoudt en zijn publiek tot hem, wat ze er allemaal in belichaamd zien, aan kracht en visie en staatsmanschap en toekomst en anders. En ik vind het ook wel mooi zoals hij van zijn publiek geniet. Ook als dat in een heel treurig achterafstraatje in Hilversum. Toen bij dat bewuste weekend. Ja, dat vond ik een heel mooi eindshot, dat hij daar wegreed met die hondjes en die chauffeur en die prachtige de auto en er stonden nog een paar van die waarschijnlijk licht aangeschoten Hilversummers in dat straatje en die woven een beetje of die riepen een beetje boel geloof en hij zo heel staatsmanachtig wuifde zacht en majestueus en toen dacht ik ja nu geniet hij ook wel. Ja, dat is de reden dat Pieter de Vink, een van de oudste kapiteins van het schip van de publieke omroep, nog steeds wacht bij datzelfde kantoor of eigenlijk bij de woning van Kai van der Linden bij Leefbaar Nederland van Jan Nagel. Gebeurt er eigenlijk nog wat Pieter? Nee, Felix, het is hier allemaal nog ontzettend rustig, maar als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan meld ik me uiteraard onmiddellijk weer. Nou, zo'n internationaal specialist als Pieter de Vink weet wat nieuwe ontwikkelingen zijn. Professor Roel in het Veld, goedenavond. U bent een van de machtigste beleidsdenkers en adviseurs en souffleurs. Een vriend van Pim Fortuyn, u kent hem eigenlijk al heel lang. Wat is nou zijn grootste kwaliteit? Ik vind dat zijn grootste kwaliteit is om dingen op agenda's te zetten. Bij anderen, bij de politiek, via journalistiek, via half wetenschappelijke producten. Hij ziet problemen vroeg en hij kan ze goed omschrijven. En dat vind ik een grote verdienste. En als we dat nou uitdrukken in de naam van een ambacht, wat is Fortuyn dan? Een hervormer? Een provocateur, polemist of een strateeg? Nou, ik zou niet zeggen strateeg, want daar mist hij de bedachtzaamheid vooralsnog voor. Ik vind dingen op de agenda zetten een belangrijke kwaliteit van een politicus. Maar dat is toch een rotnaam, agendazetter? Ja. Maar dat is hij dus, agendazetter. Hij is een agendazetter en dat is een belangrijke component van politiek bedrijven. En is die functie die hij daarmee vervult van belang voor Nederland op dit moment? Nou, er is iets eigenaardigs in Nederland aan de gang. Ik denk dat de steun die hij en Leefbaar Nederland en andere kleine partijen krijgen, die is historisch gezien heel groot. Volgens mij betekent dat Nederland geïrriteerd is over de stijl waarmee de traditionele politiek beslissingen voorbereidt en neemt en verantwoordt. En gaat hij dat lang volhouden, Fortuyn? Kan dat? Ik denk dat
het op de agenda plaatsen van belangrijke vraagstukken iets is wat je een bepaalde periode heel goed kunt volhouden. En daar... Schat eens hoe lang dat duurt, schat eens. Oh, een jaar of twee, drie kun je dat heel goed volhouden. Is Fortuin opgewassen tegen harde kritiek, bijvoorbeeld van iemand als u, als u hem dat duidelijk en open en eerlijk vertelt? Ja, ik denk dat hij extreem open staat voor kritiek, misschien zelfs wel te veel. Maar hij heeft er moeite mee om die als constructief te beleven. Wat zou u hem nu nog willen aanraden? Waar zou u hem voor willen waarschuwen? Ja, ik heb dat al gedaan, hè. Ik heb gezegd, je moet je beheersen. En voor zover ik kan overzien, is dat Volkskrant interview toch een vergissing geweest. Ja, opnieuw beheersing. Opnieuw zorgen dat je niet in vallen en fuiken wordt gelokt waar je eigenlijk niet wil zitten. En dat is dus het moeilijkste voor iemand met zijn karakter. De kunst van beheersen. Meneer In het Veld, dank u wel. Tonko Dop, vanochtend vroeg al op pad naar Rotterdam. Naar de kameraden van Leefbaar Rotterdam. Waar Pim Fortuyn ook lijsttrekker is bij de gemeenteraadsverkiezingen voor volgende week. Je zit in hun hok waar ze aan het vouwen zijn. Nog wat te melden. Wat gebeurt er? Ja, ik sta hier in het hoofdkwartier van Leefbaar Rotterdam. En van hieruit probeert de partij de hele stad te veroveren. Kijk anders uit en aan de vuur. Voor jou ook. Oké. Oké. Bedankt. Is goed. Zo. Ja, dat hebben we de hele dag. Mensen die vallen ons allemaal aan voor dat volk. En voelt u zich nou al een beetje politicus? Nou, we zijn voorlopig werkers. We moeten eerst gevestigde orde een beetje omver zien te krijgen. Wat drijft u? Ja. Sorry. Daar kan ik geen antwoord op geven wat me drijft. Ik zet me in voor die partij en voor de verder is... drijft me eigenlijk niets. Ik vind dat ze het goed doen. Wat is politiek voor u? Politiek is voor mij is het leven. Het is op zichzelf het maatschappij, het maatschappelijke gebeuren. Nou, het maatschappelijke gebeuren zit zo in elkaar. Dat er vanaf de bovenkant dingen opgelegd worden. Gepakt en gegraaid worden. Naar alle kanten. Ja, zonder dat de burger daar enig voordeel bij heeft. Was u al eerder politiek actief? Nee, ik ben nooit politiek geweest. Ik ben alleen maar vrijwilliger. En voor de verder is... Maar u heeft nu echt het politieke licht gezien? Jawel, dat wel, ja. Kaartjes moeten we hier zelf in borden. Alleen boven de poster, hè? Oh, die moet even doordrukken. Oh, nee, is geen punt. We gaan nu eigenlijk de campagne pas inzetten. We hebben dus wat financiële problemen gehad in verband met de scheiding Leefbaar Nederland en de lijst Fortuin. Maar we hebben heel veel vrijwilligers, veel enthousiasme. En nu gaan we beginnen. De laatste leeuwtjes wegen het zwaarst, zeggen ze, maar... Daar zien we niet tegenop. Is dat niet rijkelijk laat? Ja, het is erg laat. Maar het is helaas, de omstandigheden zijn zo. En het is niet anders. Zullen we die paal pakken daar? Er moet een verdikking op zitten, anders zakken ze er zo overheen. Hè? Dat is wel een goede lantaarnpaal hebben. We hebben 1000 van die borden besteld. Dus, en met dit weer wordt het wat. En met dit weer gaat het wel hard, die 1000, hè? Ja, als we ze loslaten wel. Oh. Ja. Ja, en je weet het, hè? Pim vliegt weg. Yes, en dan doen we hem zo. En dan doen we hem naar de bovenkant en dan trek je ze aan elkaar, zie je? Ja, maar dat gaat zo lang. Hier zo, en dan, nee, dan pak je ze zo. Wel. Ja, precies wel. Zie je, en dan hier ook. Ja, op de andere kant. Dan moet je hem even rondbuigen, ja. Zo, juist, ja. Zo, en dan buigen we hem rond. Ja, hou maar. Ik ga hem even pakken. Nou, Wint, pak jij hem even met de tuin opbouwen? Nee. Oké, Pim is aanwezig. Pim Salabim. Meneer Fortuin. Dag Felix. Ga zitten. Ik zat Die tijd komt nooit meer terug te lezen in het boek van Joop den Uyl. Ah, dat was over de oliecrisis. Oliecrisis. Ja.
Ik stel het op prijs dat u er bent. Is dat die van Nensel, die foto? Ja, ja, het was... Het boek kwam uit toen hij oppositieleider was. Ja. Toen realiseerde ik me, zal u ook waarschijnlijk hebben gehad, hij is echt een aparte politicus, hè? Ja, het is een van mijn, het klinkt misschien heel raar, niet inhoudelijk, maar wel als politicus een van mijn voorbeelden. Ja. Een buitengewoon betrokken man en daarin zeer integer, terwijl het natuurlijk ook gewoon een machtspoliticus was. Dus hij had alles wat een politicus moest hebben om die macht te kunnen uitoefenen. Ja, dan kan je niet altijd even precies daarin zijn, maar het was wel heel duidelijk waarom hij het deed. Precies. Enorme betrokkenheid bij wat hij dan de onderkant van de samenleving... Het was geen meeloper, hè? Nee. Dat moest hem opgetild worden. Maar dat heeft hem natuurlijk ook opgebroken op een gegeven moment. Wat? Dat hij geen meeloper was. Want dat is het moeilijkste van een politicus. Het moment bepalen dat je ophoudt met meelopen en ook weer een beetje meeloopt. Dat is ook zo. Hij heeft in 7... Even, wat wil je drinken? Ik heb een redelijke wijn. Publiek omroep heeft gemiddelde wijn. Klein glaasje wijn? Juist, prima. Ja. Ik onderbrak je. Hij heeft in 77 natuurlijk... Toen heeft hij een strategische fout gemaakt. Toen had hij toch tegen zijn achterban in moeten durven gaan. Toen was jij ook nog achterban. Ja. Had jij toen het goede gevoel van Den Uyl loopt voor de troepen vooruit en trek je niks aan van het veel te radicale denken? Ik vond wel dat hij minister-president moest worden. Ja, maar had jij hetzelfde, jij behoorde ook nog tot de radicalen. Begon jij toen al te veranderen? Vond je dat hij tegen de PvdA had moeten zeggen? Ja, vond ik wel. Maar kijk, zo'n invloed. Ik was een jonge man en ik kwam op afdelingsvergadering. Dus zo'n invloed had ik helemaal niet. Maar ik vond dus wel dat hij premier moest worden. En ik vond de eisen, toen ze over personen, hè, want daar is het op gebroken. Ja, vreselijk. En dat vond ik dat niet kon. Hè. Als je met partijen in een coalitie zit, dan zijn de coalitiepartijen gaan over hun eigen personen. En dan mag je niet zo'n geweldig drama van maken als wat toen gebeurde. Waar ik het eigenlijk over wilde. En daar had hij wel tegen in moeten gaan. Ja. En dat deed hij niet. Maar dat kan je ook wel weer verklaren. Hij hechtte ontzettend aan de partijdemocratie. Dat ging heel ver. Ja. Veel te ver. Ja, maar goed. Maar je moet het ook in die tijd begrijpen. Nee, dat was dus die tijd komt nooit meer terug. Precies. Hij was groot geworden via die veranderingen in die partij. Met Tino van Rood. Nou ja, maar mag ik even, want die tijd komt nooit meer terug. Waar ik het met... Wat zullen we doen? Hoe variëren? Laat het maar lopen. Nee, waar ik het heel graag over wil hebben is... Dat bevalt mij het meest aan u. Er zijn weinig politici... Die praten over hoe doe je het? Hoe organiseer je het? Ja. Ik ken uw werk redelijk. Ik heb het in de loop der jaren gelezen. Ik las u altijd in Elsevier, staand in de tijdschriftenshop. Je kocht het niet? Nee. Mijn haren gingen... Prachtig blad, hoor. Mijn haren gingen soms rechts overeind staan. Ik was het ook wel eens met u eens. Maar wat ik met u wil bespreken is uitvoering. Want mensen worden doodziek van het gejerimineer nu ook weer in deze raadscampagne over niks. Ja. Hoe doe je het? Ja. Dat was ook een kritiek op Bolkestein. Weinig wol als het erop aankwam. Mag ik met het lastigste beginnen? En we gaan niet hebben over hoe je het interpreteert. U heeft uw nek uitgestoken, een hele duidelijke uitspraak gedaan over Schengen en het sluiten van de grenzen. Ik heb uw boeken gelezen. U bent ook iemand die denkt over management, over hoe je iets uitwerkt. Ja. Bent u wezen kijken bij de grensposten recentelijk? Hoe het gaat? Ja, en ik weet ook dat er... Bij welke bijvoorbeeld? Ik ben niet bij de grensposten letterlijk wezen kijken, maar ik heb dus wel informatiemateriaal gehad dat men dus met soort vliegende kieps werkt achter de grenzen. En dus er zijn diensten die zeggen, nou, Schengen hoef je wellicht niet eens op te zeggen. Als je met wat meer inspanning, en bijvoorbeeld inzet van douane, die zijn nu naar huis gestuurd, moet ik u terughalen. De douane heeft grotere bevoegdheden dan politie en marechaussee. Hè, die mogen gewoon in elke auto kijken als zij vermoeden dat. Dat doen ze ook, hè? Ja. Maar u heeft gezegd... Als en die zeggen van... maar goed, dat zijn de deskundigen op dat terrein. Die zeggen van... Ook als je Schengen intact laat, dan is het mogelijk, als je daar voldoende personeel op inzet, om voldoende controles aan de grenzen feitelijk, want daar gaat het natuurlijk om, feitelijk te realiseren. Nou, dat gebeurt op dit moment al. Ik ben er één keer wezen kijken en ik heb hetzelfde gedaan. Dat zal nog lang niet genoeg zijn. Ik las één keer en ik vroeg me af... Zij zeggen dat ze een pakkans hebben nu van 5%. En dat als ze met meer personeel zouden werken, dat ze dat in korte tijd zouden kunnen opgeschroeven tot iets van 25%. Alleen u heeft op een gegeven moment gezegd, misschien... Zegt u, nee, dat heb ik genuanceerder gezegd. Ik wil de grenzen sluiten.
Ja, en toen dan denk ik, als ik dat lees, want op dezelfde manier kijkt u kritisch naar teksten van anderen ook altijd in de kop. Dat kan helemaal niet, want je hebt de grensovergangen en dan heb je nog 1000 methodes in Nederland om de grens over te komen. Natuurlijk, ja, luister. Nijmegen, bij Tuurlijk, maar ik heb er ook steeds bij gezegd, ik zeg van als we dat doen, hè, dan komt er nog genoeg illegaal binnen. Ja. Ik ben niet Hoeveel mensen denkt u dat dat zijn? Dat kan ik moeilijk zeggen. Kijk, waar ga ik nou vanuit? Als je zoiets doet, hè, heel veel gebeurt via beeldvorming. Dat gebeurt niet alleen in dit land, maar dat gebeurt ook in de wereld. Dus als je naar buiten toe weet uit te stralen van ja, maar je komt hier niet zo gemakkelijk binnen. En dan loop je ook hele grote kansen. Het water loopt altijd naar het diepste punt. Precies, dus ze komen toch. Nou, dat die stromen verleggen. Dat is toen ook gebleken tijdens een partijgenoot van u die toen staatssecretaris was, Cohen. Die had toen van die lekkende tenten. Nou, die beelden zijn all over the world gegaan. En ze zagen meteen een dip in de toestroom van asielzoekers. Dus dat werkt wel. Ja. Maar er zijn ook landen die harder zijn dan Nederland, waar de illegale toestroom nog immens is. Ja, maar bijvoorbeeld Denemarken is een land wat dat beter weet te beheersen dan wij. Ja. Maar het is ook een beschaafd land. Nu even naar. En daar kun je wat van leren. Daar kun je wat van leren. Op dit moment is het al behoorlijk teruggelopen. Ik vind dat mevrouw Kalsbeek veel te vroeg is gaan juichen, want ze heeft het helemaal niet over de illegale. Weet u hoeveel mensen er in januari in Nederland om asiel hebben gevraagd? Nee, niet exact, maar ik weet dat het dus 2003. Ja. En de Universiteit van Nijmegen zegt, nou, dat zal ongeveer dan op de helft uitkomen. Dus dan kom je bijna bij die 10.000 waar u over spreekt. Ja, maar weet je, je moet heel voorzichtig zijn, want ik heb de statistiek over een grote reeks van jaren bestudeerd. Nou, je ziet maar de wetgeving is dus nu strenger geworden. Ja, je ziet dat heen en weer gaan. Ja, natuurlijk, alles helpt. Hè? Van, ik zeg al, beeldvorming is in dit geval van ongelooflijk groot belang. Mag ik een lastiger vraag stellen? Ja. Sorry dat ik u een paar keer vervelend onderbreek, maar we moeten veel te veel bespreken in maar 24 minuten. De illegale zelf. Het is denkbaar, ook als het strenger wordt, dat die net als in Spanje op alle mogelijke manieren naar Nederland komen. Bent u van mening dat die hard moeten worden opgepakt? Ja, dat denk ik wel. En wat doen we dan met ze? Ja, die zult ze op moeten sluiten. Op moeten sluiten. Dus dat betekent dat er heel veel gevangenissen moeten komen. Nou, ik hoop dat als je hier illegaal bent en je wordt opgepakt, dat je zo snel mogelijk weg wil. Ja, dat het gewoon niet leuk is. Hoeveel mensen uit Afghanistan zijn hier op dit moment, denkt u? Op dit moment iets van 17.000. Ja, 28.000. Nou, dat vind ik nog hoger. Dus die mensen hebben familieleden. Ja. U heeft zelf gezegd, je hebt veel industrie. Gewoon, het is industrie de manier waarop mensen komen. Maar je hebt ook familieorganisaties. Ja. Dus die mensen komen naar Nederland. Die vestigen zich hier illegaal. Die wil u oppakken en dan? Ja, die moet terug. Terug, ja. Waar naartoe? Ja, stel dat Soedan is. Ja, precies. Maar het probleem is. Dat land is in oorlog. Ja. Nou, dan geldt dat natuurlijk. Nee, en stel dat het Somalië is. Ja. Enorme oorlog. Ja, dan heb je een probleem. Dus die grenscontroles zijn toch. Dan komen we toch weer terug bij waar we begonnen. Die zijn ontzettend belangrijk. Ja, maar die mensen komen niet via die grenscontroles. Die komen gewoon via de hei. Ja, nou, dan zullen we toch. Prikkeldraad? Zover kun je niet gaan. Nee, ik wil weten hoe je het doet. Zover kun je niet gaan. Dus ze blijven komen voor een deel. Ja, maar kijk, als deze redenering zou kloppen, dan kunnen we wel met onze armen over elkaar gaan zitten en niks doen. Nee, maar wat ik aan u vraag is dit. Ja. Stel dat met uw methode het nog strenger wordt bij de grens, waar men al mee bezig is. Ja. Het neemt af. Ja. Dan weet iedereen. Zelfs met de methode Denemarken blijven mensen komen uit de gebieden waar ernstige oorlogen zijn. Dat is waar. Dat ontkent u niet? Nee, en ik zal ook zeker. En die stuurt u ook niet terug? Je kunt niet mensen naar iets terugsturen waar ze een gewisse dood tegemoet gaan. Maar dat zijn duizenden die je niet terugsturen. Dat gaat dus niet. Ja, toch, dat ik blijf daar tegen ingaan. Het blijkt dus dat in Denemarken, door dat veel strengere beleid, je het in ieder geval een deel kunt omleggen. En we moeten iets proberen. Dat is zo helder als glas. Maar u zegt dus daarmee, dat vind ik heel eerlijk, we moeten het proberen, dus u kunt niks garanderen. Ik kan een mondiaal probleem wat zo groot is. Ja, dat zou toch van een groteske overschatting getuigen als ik zou zeggen van dat los ik wel even op. Alleen, ik wil het proberen. Ik verwacht dat als je dus veel strenger bent, dat daar een uitstraling van uitgaat. Dat bleek ook, is ook een paar keer gebleken, dat als we die uitstraling naar buiten hadden, dat terugliep. Ja, en je zult verder moeten optreden. In Europees verband zal het nodig moeten gebeuren. Maar meer gevangenissen dus?
voor de mensen die je niet hier wil hebben en niet terug kan sturen, bijvoorbeeld Algerijn. Kazernes, je zult mensen, kijk, als je ze hier maar gewoon laat rondlopen. Wordt er een enorme operatie dus. Ja, zeker. Maar wat me opvalt en is dat we stap voor stap moeten doen. Maar, laten we de WHO pakken. Ja. Daar heeft u ook duidelijke uitspraken gedaan. U heeft gezegd afschaffen. Nee, ik heb twee dingen gezegd. Ik zeg van... Of heeft u gezegd afschaffen of niet? Ja, luister. Nee, twee dingen gezegd. Ik zeg of je brengt de WHO terug naar beroepsgerelateerde ziekten en gebreken die meetbaar zijn. En de enige die vast kunnen stellen wat de criteria zijn om te meten, dat zijn artsen. He, dus dan maak je maar niet werkgevers en werknemers, die kunnen dat niet vaststellen, artsen. Dus het moet om meetbare beroepsziekten dan wel beroepsgebreken gaan. Zullen we een voorbeeld nemen? Nou, bijvoorbeeld... Kanker. Ja, dat is geen reden voor WHO. Nou, dat is verschrikkelijk wat u nu zegt. Ja, nee, dat spijt me. Mijn eigen ziekte. Ik heb een chronische ziekte. Ja, dat... Je kan niet vaststellen hoe en wanneer die ontstaan is. U vereist toch voor een politicus dat hij keuze maakt. Ja? Okay. Nou, en als ik dus nu zie dat in dit land bijna 1 miljoen mensen in de WHO zitten, dan zeg ik, hier gaat iets fout. Even terug naar het voorbeeld. En dan mag ik het voorbeeld van de kanker nemen? Ja, maar iemand die mag ik even uitpraten, zodat het standpunt helder is. Dus het gaat dus om beroepsgerelateerde ziekten en gebreken. Ze moeten ook nog meetbaar zijn. Dus lage rugpijn is niet meetbaar. Dan heb je dus pech gehad in mijn optiek. Of... Je zegt van ja, laat het dan maar aan de verzekeraars over. Ja, aan de verzekeraars over. Die stellen hun eigen criteria. Zullen we even kanker als voorbeeld nemen? Ja. Een zware kanker. Ja. Die je spontaan krijgt. Ja. Die langer duurt. Waar uitzicht door bestraling en chemokuur mensen de mogelijkheid geeft te overleven. Dan kan je toch niet tegen die mensen zeggen, nou ja, zoek het maar uit met je particuliere verzekeraar. Want u weet wat verzekeraars doen. Ja. Die verzekeren om te verdienen. Dus die sluiten ook mensen met risico's uit. U gaat steeds weg bij het probleem dat we nu zitten met een totaal onbeheersbare ontwikkeling. Die moet beheerst worden, want het is een enorme druk op de staat. En daarin zegt u, dan moet ik hele harde keuzes maken. Ja, dat is onvermijdelijk. Ja. Niet omdat ik dat leuk vind. Nee, maar het is of omdat ik een onmens. Maar dat hoort u mij niet zeggen. Ja, nee, maar ik probeer op mijn positie daar. Snap ik. Ik heb, dat kan ik wel. Maar weet waar dat in Amerika toe geleid heeft? Daar liggen dus mensen zoals u en ik daarvan wakker. Ja. Omdat 40% van de bevolking door dat systeem onverzekerd is. Ja, nee, maar luister even. Wij hebben hier wel de bijstand. Ja, de bijstand. Ja, voor iemand die een zware kanker heeft. Ja, die 20 jaar heeft gewerkt. Ja, dat... En God straft die persoon. Ja. Die krijgt een levensbedreigende ziekte. En dan zegt meneer Fortuyn, spijt me, valt niet onder arbeidsgerelateerde ziektes. Ga maar naar de bijstand. Ja, luister, wat ik dus zeg. Er is op je kan ook op een hele andere manier dat oplossen. Er is op zulke grote schaal... misbruik, hè? Want dat woord gebruik ik gewoon, misbruik en oneigenlijk gebruik. Kankerpatiënten of nee, dat zal u mij niet horen zeggen, want bovendien ook nog heel duidelijk zichtbaar. Hè? Dus vast te stellen. Maar er is op een zo grote schaal misbruik en oneigenlijk gebruik gedurende een reeks van jaren. Hè? Dan hebben we het over 20, 30 jaar. Het misbruik argument van u niet. Ja. Gebruik gemaakt van die regeling, omdat we ons in onmeetbare categorieën hebben begeven. Tegenantwoord even. Hoe moet een arts het uitmaken? Dan is de kunst van een politicus, van iemand als u, is dat je keuzes maakt, of, waarbij de echte ziekte, de echte mensen die een ziekte hebben, niet de dupe worden van het misbruik. Nou, dan kan je het ook op een andere manier oplossen. Ja, nou, los het dan maar op. Lost u het dan maar op? Nee, u bent politicus. Ja, nou, uw boodschap is jammer mensen. Het minste is dat het absoluut meetbaar moet zijn. Ja, maar kanker is meetbaar. Nou goed, dat zou er dan, hè, dan kun je politiek... Chronische ziekte, MS, multiple sclerose. Dan praat je over tienduizenden mensen in Nederland. Dat is een keiharde boodschap die u heeft. Daar kun je politiek over praten. Fortuynknal, de chronisch zieken en leverkanker bedreigen. Daar zou ik toch liever een andere verzekering voor hebben, ja. Maar de verzekeraars... Nou, misschien moet je voor dat soort mensen, maar dat wordt ook geen luxe boel, moet je een verzekering instellen vanuit de overheidswegen, dus die we betalen. Apart. Nou, uit de belastingmiddelen. Dus, maar goed, dan gaan de premies omhoog. Ja, het moet uit de lengte of uit de breedte. Ja, maar u zegt zelf, het is een wolf. We moeten iets doen aan die grote toestroom. Maar misschien kan je niet zeggen tegen zieken. Ja. Die vragen om helderheid. Ja. Dus mijn vraag is... Wat zeg je nu tegen mensen met levensbedreigende ziektes, chronische ziektes? Kijk, ik ben uit de WHO gestapt omdat ik daar niet van afhankelijk wilde zijn. Ja. Ik ben voor een deel niet verzekerbaar. Ik weet wat dat is. Mm-hmm. Ik weet wat dat dus ook betekent voor mensen die niet zoals ik helemaal niet kunnen werken. Ja. En de toekomst die u hun schetst,
die maakt die mensen buitengewoon ongerust. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En op dat punt moet je mensen zekerheden geven. Ja, dat wil ik op dit moment niet doen, omdat ik vind dat je dat goed moet bestuderen. Ook maar dat is keihard wat u zegt. Ja, want u zegt, ik heb geen antwoord en ik moet het bestuderen. Dat kan je toch tegen mensen met die ziektes niet zeggen? Luister nu eens. Wat ik dus zeg, die WHO zoals die dus nu is hier niet goed. Maar u bent daar dus nog onderzoek zelf ook aan het doen hoe het moet. Nou, daar bent u nog niet helemaal uit. Nee, die WHO is voor mij duidelijk. Die moet maar hoe weet u nog niet helemaal? Die moet beroepsgerelateerd zijn. Nou, maar, dan vallen er dus een serie mensen naast de boot. U noemt daar een aantal niet gevallen. Niet nogal wat hoor. Ja, maar dat is overzichtelijk hoor. Ja, want ik denk dus dat in mijn regeling gaan er een aantal honderdduizenden uit die WHO. Hè, als dat meetbaar beroepsgerelateerd is. Nou, dan hou je nog het een en ander over. Ja, dat zul je nader moeten bekijken hoe je dat oplost. Ja. Heer Mavelvost, die zit daar. Ja. Dat is mijn raadgever. Die zit in een hoog kamertje. En die heeft het gesprek gevolgd en beoordeeld. Nou nee hoor, daar hoeft u helemaal niet bang voor te zijn. Jullie hebben trouwens mijn merk hondje. Ja. Wat leuk. Die volgen wij. Dat is een onderzoek. Wat doen jullie daarmee dan? Nou, dat is gedragsonderzoek. Ik geloof er niks van, maar goed. Jij nou, Vos. Ja, ik zit ook in een soort hokje hoor. Nee, ik zit alleen maar te luisteren, te kijken naar een heel politiek gesprek. Als de voetbalwedstrijd was, werd er heel veel op het middenveld gespeeld. En was het behoorlijk dichtgetimmerd met twee vrij sterke tactische concepten. En dan aarzel ik. En weinig doelpunten. Ja, ik aarzel tussen 0-0 en 1-1. Maar 0-0 klinkt zo deprimerend. Ja, dat vind maar ik is er nog tijd om het even over nog heel iets anders te hebben, Felix? Mag ik dan nog? Ja, doe maar. Kom maar even. Ja, wat mij altijd heel erg intrigeert en boeit in de heer Fortuyn is de wisselwerking die hij met zijn publiek heeft. Dat is heel iets anders. Alleen ben ik nu vanavond een beetje publiek. En wat ik me afvraag is of hij daar iets over kan vertellen. Wat hij daar aan, zeg maar aan waardering, bewondering, warmte, voor mijn part liefde van terugkrijgt. En wat hij die mensen probeert te geven. Nou ja, dit is mijn vak. Hè. Ik heb zo'n 10 jaar lang. Overigens heb ik het niet gekozen, maar dat volgt dan zo in het leven. Heb dat is het mooie van het leven. Ja. Dat was gewoon omdat ik was klaar met een klus en er kwam geen nieuwe klus. Nou, dan moet je toch wat, ging een boek schrijven. Waarom kwam er eigenlijk geen nieuwe klus? Nou, omdat jouw partij aan de macht houdt kwam. Houd toch eens op. Ja, zeker. Waarom heeft u zo'n behoefte om mij de hele tijd te wijzen op de Partij van de Arbeid, terwijl ik daar al 5 jaar geen enkele functie meer uitoefen? En sterker nog, ik had er eigenlijk niet over willen hebben, maar u komt er zelf op. Wilt u dat ik ontslagen word bij de NPS? Nou, dat... Want dat gaat u doen, hè, als u aan de macht komt. Luister. Ik heb het volgende gezegd. Van, ik moest weg bij de Elsevier als columnist, omdat ik de politiek in ging. Dat was voor mij heel zwaar, want ik was zeer verbonden met dat blad. En dan vond ik, nou ja, je wordt in feite uit je clubje weggestuurd, dat komt niet meer. Ik kon dat volstrekt billijken. Hè, want de Elsevier zei dat blad heeft dat gezegd. Ja, ja. De Elsevier zei, nou ja, maar dat is een hele zware beslissing, hoor. Ik ben bevriend met de hoofdredacteur, dus die moet mij dat dan toch even vertellen. Je moet nu weg en onmiddellijk. Nou, dat is zwaar. Maar ik kon het na een paar uur meteen billijken. En zijn stelling was, wij schrijven over politiek, maar we bedrijven geen politiek. Oké, zwaar, ik weg. Nou, bij Leefbaar Nederland gebeurt hetzelfde met Hans Kraaij. Ja. Die moest weg als sportcommentator. Want die werd kandidaat voor vertegenwoordiger. Precies. Toen heb ik gezegd, nou, dat is een beslissing die je kan billigen. Het is exact hetzelfde als bij Elsevier. Jullie willen dat niet. Nou, oké, je bent een neutrale omroep. Dat kan ik billigen. Maar zeg ik... Dan meneer, zal ik niet rusten. Ja, precies. Van dat meneer Rottenberg van de Partij van de Arbeid, die nog heel veel praat met Kok, heel veel in die circuits. Nou, ik heb begrepen dat u adviseur was, of het waar is of niet. Nee, maar u moet u houdt toch van feiten? Het Koninklijk Huis. Nou, dan spreekt u het van feiten. Als het zo is, dat u geen enkele binding heeft met de Partij van de Arbeid. Nee. Ja, maar dus nee, ook geen niet, functie. Nee, niet ik doe informeel. Nee. Als dat zo is, dan trek ik dat in, want dan bent u onafhankelijk. Dat ben ik ook. Nou. Oké, maar weet u, mag u nou iets wijzen? Eén op één contact. Nee, echt één op één contact. Het gaat om emotie. Het gaat om emotie. Gelijke monniken, nee, helemaal met u eens. Oké. Eén op één contact. Ja. Ik ben op een bepaalde manier, bewonder ik uw moed. Ja. Want u krijgt nogal wat over u heen. Ongelooflijk. Dat vertelt u nu over hoe u door uw stad loopt. En ik kan niet meer door de stad lopen. Nee.
Maar bent u zich ervan bewust? Nee, ik wil even. Bent u zich ervan bewust dat soms in uw uitspraken een agressie zit? En dan heb ik niet eens over mezelf, we hadden het toen straks over chronisch zieken en noem maar op. Waar mensen ongelooflijk van schrikken, zich door bedreigd voelen, zich door geïntimideerd voelen. Ja, dat kan ik mij voorstellen. Wanneer kunt u zich dat voorstellen? Nou, meestal, je ziet het aan de reacties. Hè, van als mensen zo heftig geëmotioneerd op iets reageren. Ja, dat vind ik niet prettig. En vraagt u zich dan af op zo'n moment, want de kunst van een echte politicus is zelfkritiek. Ja, wat? Natuurlijk ga ik dan kijken hoe moet ik. Want kijk, het gaat natuurlijk om de boodschap. Hè? Ja, maar als dan, ziet u dan ook wel eens van. Ja. Hey, dit is te raar. Dit kan eigenlijk niet. Nee, maar dat is toch te herhaaldelijk. Kunt u dat zien als u dat volgt? Van natuurlijk probeer ik te leren. Van als ik dan denk van nou, dat is niet de goede manier. Om dat zo te maar zeggen. Maar dat is tactiek. Er gaat ook nog iets om het innerlijk. Want uw woede, die heeft ook iets heel authentieks. Ik vind het dus heel naar dat dit land zo verloedert. Nee, ik hou van dit maar land. Even terug, meneer Fortuyn, naar de momenten. Dat is mijn motivering. Nee, dat begrijp mijn ik. Mijn opdracht. U zit hier, dat neem ik niet serieus. Dat ik het zo leuk vind. Nee, maar ik stel dat Nee, dat stel ik ook niet ter discussie. Maar je kan hard zijn. Ja. En u bewonderde Den Uyl. Ja. Waarom hielden de mensen van Den Uyl? Omdat hij dapper was, maar op de beslissende momenten wist, wie zijn de kwetsbaren, daar sta ik altijd voor. Ja, maar dat staat was u daar ook voor? Absoluut, maar ik moet erop staan voor een andere manier. Dat is het nare. Wat is het nare? Nou, ik zou het toch fantastisch willen vinden als wij een wereld hadden, waar je geen grenzen nodig had, waarin je wereldburger kon zijn, waarin je fantastisch met elkaar zou kunnen leven. Maar we hebben moeten leren dat het zo niet is. Nee, maar dat is iets wat iedereen. Wij hadden gedacht na 89, nou ik niet, maar heel veel mensen dachten toen die muur viel, nou gaat het komen, hè? Nou komt die vrije wereld er, nou komt die. We zijn met een nieuw probleem geconfronteerd geraakt. Waarom dacht ik dat niet in 1989? Omdat ik socioloog ben. Ik weet hoe hard en hoe moeilijk culturele veranderingsprocessen zijn. Dat is veel moeilijker dan economie. En ze duren ook veel langer. Absoluut. Daar heb ik een hele onaangename vraag over. Ja. Omdat u zo eerlijk bent. Ja. Omdat u ook uw emotie laat zien. Ja. Sommige mensen zeggen, Fortuyn kan het een en ander. Dat is ook bewezen. Maar hij is getekend, omdat hij niet serieus is genomen, genegeerd is. Dus in zijn energie zit ook rancune. Ja, niks menselijks is me vreemd, meneer Rottenberg. Maar in politiek is rancune dodelijk. Nou, ik ben iemand die ook weer makkelijk vergeet. Dus misschien toch nog wat oppervlakkiger ben dan dat u denkt. Ja? En dat merk ik in mijn persoonlijk leven. Hè? Van, ik heb erg de neiging om nare dingen. Ja, over uw liefde heeft u gezegd, die pak ik nog een keer terug. Ja, maar dat is een emotie. Ja, dat is een emotie. Maar nare dingen vergeet ik vrij snel. En dat is soms tot het absurde aan toe. Want dan ontmoet ik iemand waar ik leuke dingen mee heb beleefd. En die ontmoet ik dan de hele tijd weer. Dan herinner ik mij die leuke dingen. Maar niet, want dan moet ik echt even bij de les gehaald worden. Ja, maar dat en dat en dat. Maar rancune als drijfveer? Nee, dat kan dus niet. Dat kan, dat, en zeker op dit niveau is dat uitgesloten. Dat bent dat u in staat mogen dat uit uw eigen organisatie te houden? Want u trekt wel mensen aan die daardoor. Doen we ons, laat ik het zo zeggen, van die organisatie, dat weet ik niet. Want dat is allemaal houtje touwtje. Dat maar dat is dus bloedlink. Ja, daar zit ook een zeker risico. Maar daar wordt u ook wel eens nerveus van. Absoluut. Maar die kamerlijst, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. Moeten. Ja, maar dat durf ik ook. Hè. Dat wordt heel goed gescreend op dat daar geen rechtsextremisme, overigens ook geen linksextremisme, maar ik wil van beide niks, dat er niet in zit. Op maandag bent u thuis, heb ik begrepen. Dan neemt u de telefoon niet op, dan leest u. Of dan denkt u. Op een mannen, heren, hallo. Jongens. Dat is een stadsgenoot van u. Mag ik even onderbreken? Er zijn nieuwe ontwikkelingen, nieuwe afsplitsingen, nieuwe partijen, nieuwe kansen. Kijk even mee. Hallo.
Mijn naam is Margriet Esdoorn van Zanten. En ik heb een nieuwe politieke partij opgericht. De partij Kwetsbaar, Kletsbaar en Breekbaar Nederland. Nou, kwetsbaar, dat spreekt eigenlijk voor zich. Ik vind dat wij ons in deze maatschappij kwetsbaar moeten opstellen. Omdat wij verdraagzaamheid beogen. Kletsbaar, ja, spreekt eigenlijk ook voor zich. We moeten met elkaar blijven kletsen in deze multiculturele samenleving. Die toch de onze is, of we willen of niet. En Breekbaar Nederland, ja, het hoort voor mij eigenlijk, deze drie namen horen bij elkaar als kwik bij kwak en kwak bij kwek. Nieuwe partij, lijst 32. U kunt zo op mij stemmen. Mijn naam is Margriet van Zanten Esdoorn. En dan andersom. Margriet Esdoorn van Zanten. Wat een dom. Nou goed, ga even daar bij die dames iets aanbieden. U kunt dit zo meteen even doornemen. Dit is een nieuwe partij. Kwetsbaar, kletsbaar en breekbaar. Nederland spreekt eigenlijk voor zich. Kwetsbaar is natuurlijk... Oh, you don't speak well. It's a new Dutch, but you will never vote only. So, what a pity, what a pity. U misschien een formuliertje aanbieden. Het is kwetsbaar, kletsbaar en breekbaar Nederland. Want we moeten kwetsbaar opstellen. We moeten breekbaarheid tonen. En we moeten met elkaar blijven kletsen in deze multiculturele functionele samenleving die wij op dit moment hebben. U kunt in de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk op mij stemmen. U hoeft het niet per se te doen, maar het mag wel. Mijn naam is Margriet Esdoorn van Zanten, dat u het weet. Ik sta nummer 3 op de lijst. Weer wat stemmen gewonnen hoor, Marinus. Nou maar eens op huis aan, hè. Dat is de chauffeur. Ja, dit is het moment waar ik eigenlijk het meeste tegenop zie van zo'n dag. Naar huis. Thuis is niemand. Mijn man heeft er een jaar geleden de brui aangegeven. Hij zei, jij met je kwik, kwek en kwak. Ik ben Donald Duck niet en zeker ook niet Dagobert Duck. En weg was hij. Ja, dan kom ik in een kaal, koud, eenzaam huis. Ik heb natuurlijk altijd nog Coco, hè, liever. Die doe me lekker kletsbaar piepen. Kwetsbaar blaffen. Breekbaar janken. Ja, lieverd. Blijf jij maar wel bij het vrouwtje. Ik heb dit boek ooit gelezen. En dat heeft u opgedragen. Ruim 10 jaar geleden. Ja, dat heeft u opgedragen aan een Overijsselse edelman. Ja, ja. Ja. Johan Dirk van den Kampellen tot den Pol. Ja, waarom? Die heeft een traktaat geschreven. Daar heb ik de titel aan. Waarin hij eigenlijk het soort veranderingen voorstelde in die tijd als u. Ja. De man is in grote eenzaamheid gestorven. Ja, kijk maar een hele... Hij lijkt... U draagt het niet voor niks aan hem op. Ja. Dreigt dat bij u? Nee. Ik heb een ander karakter. Want hij was een beetje een neuroticus zo. U bent geen neuroticus? Nee, absoluut niet. Waar... Ik kan het u heel kort antwoorden. Wat ik altijd in mijn leven heb gehad, dat als ik het contact dreig te verliezen, dan gebeurt er altijd iets, omdat ik het zelf ook opzoek, waardoor ik het contact weer krijg. Dan ontmoet ik iemand, dan is er een ontmoeting altijd met iemand die belangrijk is. En die helpt het. Maar u heeft hyperenergie, mensen met hyperenergie, weet daar iets van. Die hebben ook heeft u daar last van? Ieder mens heeft dat, maar politici, die hebben ook hun depressieve momenten. Ja. Ja. Die heeft u gekend. Ja, maar dat is toch al lang geleden. Echte depressies, dat is meer dan 15 jaar geleden. Maar als u schrikt van hoe u bejegend wordt, ja. De tranen springen u in de ogen. Ja, maar dat is iets anders dan een depressie. Dat maakt u niet depressief? Nee. Dat geeft u... Een depressie, ja, ik praat er vrij medisch over, omdat ik een psychisch ander. Een depressie is, wat is het kenmerk daarvan? Dan kun je niet bij je gevoelens. Nee, dat weet ik helemaal niet. Nou, op het moment dat je bij je gevoelens kunt, zoals net, ben je natuurlijk niet depressief, ben je hooguit verdrietig. Nee, maar ik zeg ook niet dat u depressief bent. Ik zeg alleen, op het moment dat je zo belaagd wordt, kan je je energie kwijtraken. Ja, tot nu toe is er gelukkig niet gebeurd. Er zijn wel momenten natuurlijk, van de manier van beton, maar nee, ik heb het volgehouden, ik zit hier. Ja. We gaan nog een glaasje wijn drinken. Ik ben nu niet uit de weg gegaan. Nou, nee.
Daar had ik ook niet op gerekend. Ik heb nog wat bij me, dat geef ik u. Ja? En dat glaasje moet meenemen? Ja, dan hebben ze betere wijn. Ah, dat zit erop. Nou, mannen, jongens, heren. Komen jullie dan even beneden een afzakkertje nemen? Wat doet u zien? Ik heb hier wel geen dark room, maar ik kan wel. Ja, die houden we in de gaten. Ik heb het voor u meegenomen. Wat leuk. Sorry. Ik kon niet laten.